Ja, nou ja, ik was dus een starter en in de huidige markt is het best wel moeilijk om een huis te vinden met het salaris wat ik momenteel heb. En zo'n starterslening bood wel kansen. Daardoor kon ik net dat extra lenen om wel kans te maken voor een huis wat naar mijn mening wel bij mij paste. En dus überhaupt om een kans te maken. Dus zo'n starterslening zorgde net voor, maakte net dat verschil om als starter een huis te kunnen bemachtigen. Jawad is bij mij langsgekomen voor een oriënterend hypotheekgesprek. Hij gaf aan dat hij zijn eerste koopwoning wil kopen. Uit de hypotheekberekening die ik voor hem heb gemaakt bleek dat de maximaal te verstrekken hypotheek eigenlijk niet in de buurt kwam van de prijsklasse van woningen waar hij op zoek naar was. Ik heb hem toen uitgelegd dat het mogelijk is om via de gemeente een aanvullende starterslening aan te vragen. Een starterslening wordt via de gemeente verstrekt. Er is ook ieder jaar een maximaal budget voor, dus let op. Het budget bij gemeentes die kunnen ook daadwerkelijk opraken. En er zijn ook bepaalde voorwaarden vanuit de gemeente gesteld. Zo mag je bijvoorbeeld hier in de gemeente Dordrecht geen woning kopen met een waarde hoger dan 250.000 euro. En is de maximale starterslening 20% van de waarde van het huis wat je koopt. Zo heb ik Jawad ook kunnen helpen bij het kopen van deze woning. Waardoor hij met en een hypotheek van de hypotheekverstrekker en een hypotheek van de gemeente Dordrecht toch zijn huisje heeft kunnen kopen.